De laatste dagen tikken weg voor 2022. Vandaar dat we een aantal personen vroegen hoe zij toch wel terugblikken naar het haast afgelopen jaar. Velen geven aan dat het voor hun een zeer succesvol jaar is geweest. Weer voor anderen minder succesvol. Maar zij zeggen vol goede moed het jaar 2023 binnen te stappen. Ik ben Marion Becker. Ja. Marion, hoe is het jaar, dit haast afgelopen jaar, 2022, voor u geweest? Dit jaar is fantastisch geweest. Het feit al dat ik hier ben in Suriname is al zo fijn voor mij. Ik heb een fijne kerst gehad met mijn ouders. Ik heb een leuk kerstdiner voor ze georganiseerd. Mijn wensen zijn uitgekomen. Mijn kinderen doen het goed. Een van mijn wensen was om in mijn eigen stadsdeel, stadsdeel Zuidoost, te mogen werken. En daar werk ik nu. Dus ik ben hartstikke blij. Een gelukkig mens, om het zo te zeggen. Ja. In deze uitdagende tijden hoor je dat heel weinig, dat mensen zo optimistisch zijn gesteld. Mm-hmm. Hoe komt dat u zo optimistisch bent en alles zo met een smile het leven tegemoet gaat? Ik ben sowieso een optimistisch mens. Ik ben een zondagskind, op een zondag geboren. Okay. En weet je, overal heb je pijn en ellende. En toch kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Hè. Kijken naar wat je kunt doen, wat je voor een ander kunt betekenen. Al die kleine dingen, weet je, zijn al een verbetering. En kun je heel positief bekijken. En ja, we moeten allemaal anders met onze centjes omgaan. Ik ook, weet je. Ik hou ook minder over dan voor de crisis, zeg maar. Maar ondanks dat blijf ik gewoon doen wat ik kan doen en genieten van het leven. En na hoeveel tijd doet u Suriname weer aan? Ik was er in april om mijn verjaardag te vieren. En ik wilde Oriari vieren, dus daarom ben ik weer na korte tijd teruggekomen. Ja. De periode na april tot na december 2022, wat heb je gemerkt vooral in Suriname? Prijzen, ja. Qua prijzen, kijk, het is in Nederland ook ontzettend duur. Daar is een euro. Hier maak je euro wat centjes. Maar het leven is ontzettend duur hier. Ik geef hier veel meer uit dan in Nederland. Weet je, dus ik begrijp de situatie. Ik begrijp ook de mensen die zeg maar klagen. Het is ook terecht. En ik probeer van daaruit ook zoveel mogelijk mijn ouders te steunen. Weet je, want ook al hebben ze geen kleintjes meer om te verzorgen, het leven is gewoon heel duur voor ze. Dus we helpen waarmee we kunnen helpen. En ik begrijp ook de mensen hier die het heel moeilijk hebben. Ik hoop ook dat onze regering wat meer gaat doen voor de mensen hier. Want er gebeurt naar mijn mening veel te weinig. Volgens mij kunnen ze veel meer doen voor onze mensen. Dus ik hoop bij deze dat ze ook een stap in die richting gaan maken. Of meerdere stappen in die richting. Ja. En u stapt er met alle optimisme, dus ook het jaar 2023 binnen? Absoluut. Ik ben een optimistisch mens. Voor mij is het glas altijd half vol. Dus we gaan weer met frisse moed het nieuwe jaar in. In goede gezondheid. Ja. En dat wens ik ook voor iedereen. Wat is uw allergrootste wens voor 2023? Dat het met Suriname beter mag gaan. Wat zou je van hieruit aan al uw familie, uw vrienden, maar gewoon nu, ik bedoel de wereld is met via internet, ICT is hier nu verbonden. Wat zou je dus gewoon aan ieder willen zeggen voor 2023? Kijk om naar elkaar. Wees gewoon lief voor elkaar. Geef elkaar een beetje aandacht. Want daarmee komen we al een stapje verder. Weet je, blijf omzien naar elkaar. Dat is mijn wens voor iedereen. Dat is heel mooi gezegd. Dank u wel. Ook het allerbeste aan u toegewenst voor 2023. Dank u wel. I am from Trinidad and Tobago. Yeah. What's the name? Russell. Renato Russell Sukdeel. Yeah. Mr. Ronaldo Sukdeel. Yeah. Why did you make the choice for Suriname? It is similar. When I've done research, it's similar culture and the peoples are similar to my country. Yeah. I'm asking people from, yes, tourists, and Surinamese people, how the year 2022 was for him or her? How was this year for you? My year was very good. I am grateful because I had work ongoing despite the rains. It had plenty rain in my country. But all in all, I've been blessed and it has been a great year for me. Yeah.
we as people, we always put plans forward when you go in a new year for 2022. The plans that you had, did they come true? Not actually, not all, but I'm hopeful that 2023 will be a lot better. Uh-huh. Okay. What are the plans for 2023? To travel a bit more, to revisit Suriname and spend 2 weeks when I come again the next time, and to generally enjoy good health. When you go back to Trinidad and Tobago, what will you tell your family and friends about Suriname? I will recommend it as a great place to visit. The people are very friendly. The culture is similar to ours. Your foods are very great. So you were here with Christmas? Yeah, I was. I had some great Surinamese dishes and it was all fine, great. Drink some beers and it was nice. And you're staying for the what we call the Oruyari, the old year and the new year? No, sorry, I will not be staying, but maybe next time, because everyone said it's a great time. It's the best. Yeah. How is Christmas in Trinidad? It's similar. We get together a lot and eat and drink. Yeah. Music. Would you like to wish not only the people from Suriname, but from around the world something for the new year? I wish we could have more peace and understanding among our peoples, and we'll live in more love. Thank you, and I wish you the best for the upcoming year. Thank you very much. We staan er met? We staan hier met Alessandrino Vient. Ja, Alessandrino, hoe is dit haast afgelopen jaar voor jou geweest? Nou, het was voor mij niet een moeilijk jaar. Nou, we hebben moeite gemaakt en zolang je moeite maakt, dan lukt het. Ja. Wat ben je zelf, werkende student? Nou, ik ben werkende op dit moment en volgend jaar ga ik dan gewoon door naar de school. En kom je uit met je centjes? Nou, we laten het lukken. Ja. En vertel ons als jongeren, hoe is het om te overleven in Suriname? Het is een beetje lastig als je een swingende koers hebt met swingende prijzen. Je gaat morgen, je koopt iets voor 5 cd, overmorgen is het 10 cd. Ja. Maar wat kan ik zeggen? Ja. Je bent het jaar 2022 met bepaalde wensen, met bepaalde voornemens binnengestapt. Heeft u dat allemaal kunnen rondbrengen? Heeft u dat allemaal kunnen volbrengen? Niet alles, maar hopelijk gaat het volgend jaar wel lukken. Eén ding dat jou bijvoorbeeld wel is gelukt in 2022, wat is dat? Mezelf heel lief houden. Dat is heel mooi gezegd, ja. En met welke wensen stap je 2022 binnen? Dat ik mijn dromen zal vervullen, gezond en wel kan blijven en mijn moeder blij kan maken. Ja. En wat is een droom van jou? Specifiek? Misschien een erf kopen, een auto kopen. Ja, maar dat is toch gezond, dat je als jongere zo denkt, vooruitstrevend, voor, nu al wil investeren voor je toekomst. Ik bedoel, dat is prijzenswaardig. Maar ik denk, andere jongeren zeggen, ik wil een iPhone of een jeansbroek of een, weet je. Maar jij denkt toekomstgericht. Dat is waar. Nou, je werkt voor wat je krijgt, hoor. Ja. Dat is waar. Ja. Wat zou je van hieruit aan alle andere jongeren willen zeggen? Nou, use your mind and be the best you can. Dankjewel, het allerbeste voor 2023. Hetzelfde voor u. Yes, thank you. Yes, thank you. Nou, ik ben Richele Pinas. Ja, heer Pinas, hoe was het jaar 20? Hoe was dit haast afgelopen jaar voor u? Voor mij was het uitdagend. Situatie in het land, economische situatie. Ik heb ook een stichting. Stichting Vergiet Ons Niet. En we werken waar de buurten, de achterstallige buurten, we hebben georiënteerd. We hebben gezien dat het is 2 maal verergerd geworden. 2022. Wat is bijvoorbeeld erger geworden? Huishoudelijke situatie, huisnood, die is de grootste nood nu in Suriname. En wat heeft jouw stichting kunnen betekenen voor bepaalde gezinnen dan? Nou, niet echt veel, maar we hebben ons best gedaan voor 2-3 ouders een pakket te maken. Sommigen hadden een probleem met hun, ze waren in het aanbouw, maar ze konden geen cement kopen en zo, hadden we geholpen. En hoe komen jullie zelf aan de financiën? Vroeger kregen we ondersteuning van mensen, maar door de situatie in het land nu is het minder geworden. Ja. Dus bepaalde dingen doen ons uit de situatie, ons eigen zak. En wat zijn jouw voornemens dan voor het... laat ik de vraag anders stellen. Toen u het jaar 2022 binnenstapte, bent u met bepaalde voornemens binnengestapt. Ik ben aan Tuasani. Heeft u dat kunnen doen dit jaar? Nou, niet echt allemaal.
Maar in het jaar 2023 ga ik me meer inzetten. Ja, dat is het zo'n beetje. Ja. En met welke wensen stap je 2023 binnen? Welke wensen? 1. Gezondheid. No one's more one sicky. 2. Iedereen moet hard werken. Ik heb geen schuld, maar ik moet ook trangen. Want ik voel me ook in de union. Dus dat is een beetje. Ik heb een boskoppel. Dan ga je samenleving voor einde van het jaar en voor start van het jaar 2023? Ja, vooral voor de jongeren. We gaan scoren, we gaan vatten trangen. Dus mensen zeggen altijd hard work, pays off. U ook het allerbeste met u en maar ook met uw stichting en het allerbeste voor 2023. Dank u wel en u. Dit jaar was het echt een jaar zeg maar een beetje zwaar geweest. Want hoe ik dan ook mijn mensen in het binnenland zitten, moet ik ze ondersteunen. En je kan bijna het hoe je gewend was niet kunnen doen. Want in het binnenland om alleen naar de stad te komen van die mensen, zeg maar mijn families en zo, die mensen daar in Donderskamp wonen, houden ze geen rekening met die mensen, ook die AOV'ers bijvoorbeeld, weet u. Want ze vragen te duur voor die boot en ook voor vervoer om naar de stad te komen van Kopenhagenpunt naar de stad. Ik vind het belachelijk duur. Maar wat ik kan zeggen voor dit jaar, het was echt een beetje zwaar voor ons. Maar ik zeg altijd, je moet ook je best doen. Je moet niet zitten, ook niet op de overheid alles verwachten. Je moet je handen ook steken uit de mouwen, dan kijk je hoe ver je komt. Pas wanneer je ziet dat je geen oplossing vindt waarmee je bezig bent. Dat denk ik dat je andere stappen moet nemen. Tenminste, zo ervaar ik het en zo zie ik het. En wat ons eigenlijk voor dit jaar kilt, is die prijzen. Wat je niet eens kunnen berekenen. Want elke dag is er een andere prijs, zeg maar. Ja? En dat kilt ons een beetje. Ja, dus dat zijn zo'n beetje de zaken die u zegt, die toch wel in hoofdlijnen. Ja, belangrijk waren voor u in het jaar 2022. Ja, in het jaar 2022, wat ik ook nog kan zeggen aan de president, heb ik een woordje aan de president. Hij moet meer lettend werken, een beetje streng werken. Want wat ik zie, dat er bepaalde mensen, kunnen geen namen noemen, maar bepaalde mensen willen doen wat ze willen, weet u. En zij voelen het niet, wij voelen het als een kleine man. Want ik zie bij de handelaren, bepaalde handelaren zijn overdreven met hun prijzen. En wij als kleine man, wij voelen het. Want kijk, bijvoorbeeld, ik ben gewoon een AOV'er. Ik heb geen pensioen. Ik heb wel aan de losse banen gewerkt, niet bij de overheid, alleen bij particulier. En je weet hoe het bij de particulier gaat, je krijgt geen pensioen, anders moet je gaan sparen. Ik had wel gespaard, maar het was een hele probleem met mij gebeurd. Ja, ik hoef het niet naar buiten te zeggen, maar ze hadden mijn hele bank geroofd. Dus, en toen moest je weer gaan beginnen, weet u. Maar dat heeft me niet echt naar onder gedrukt. Ik zeg altijd, zodra dat je voelt dat je iets wil doen, moet je doen. Je moet gewoon bewust je dingen te doen. En als je zegt ik wil wat verdienen, het gaat jou lukken. Maar je moet gewoon je doordrukken om het te doen. De overheid kan wel helpen wanneer het zeg maar een beetje vast zit bij de AOV'ers bijvoorbeeld. Dat heb ik gezien. Ja, niet iedereen is tevreden. Maar ja, wat moeten we doen? Wij moeten ook iets doen. Maar wat ik ook wil vragen, dit gaat alleen voor de AOV'ers. Zeg, die kinderen die nog ouders hebben, moeten ze ook een handje te regen aan de ouders, weet je. Ik vind, je moet je ouders kijken, al heb je je gezin, mis wat. Want daar zijn we, vandaar ben je gekomen. Je moet liefde hebben voor je ouders. Weet u, ik had altijd liefde voor mijn ouders. Oké, ik heb ze niet meer, ik heb geen vader meer, geen moeder meer. Maar ja, je voelt het ook, weet u. Maar je moeder is eigenlijk je koning.
Ja, net als een koning moet je je moeder behandelen. Want ik zie bij sommige kinderen denken dat niet. En ze denken, ja, ik is wat money voor land. Die land hier nog alles aan niet. Land is revea ben zwaar, weet je. Als je kijkt voor al die dingen wat de overheid in het binnenland moet doen. Maar ik ga ook naar binnenland, ik kijk wat er moet gebeuren. Maar ze kunnen niet alles gelijk doen. Geen enkele overheid kan zeggen, in 2-3 jaar ga ik alles netjes plaatsen. Dat kan niet. Je moet een paar jaren zitten en al die zeg maar brokken wat is, moet je gaan repareren. Overal moet je gaan. Enige ding wat ik wens aan de president, ook aan de vice-president wil ik dit zeggen. Kijk naar de bevolking. Niet alleen naar 1 ras of 2 rassen. Kijk naar alle Surinaamse bevolking. Dat is belangrijk, want je hebt de bevolking nodig. En de bevolking hebben ze beide daar geplaatst. En dus bij alle bevolking moet je je handen regen. Want kijk, als je kijkt hoe het er nu gaat, vind ik een beetje jammer. Want kijk, de Maron kijkt alleen naar Marons. En die anderen kijken naar anderen. En hun staan, zeg maar, ik zeg het zo. Maar kijk naar al de bevolking. Ja, toch? Want iedereen voelt het, ik, jij, alle bevolking voelt het. Vooral het in het binnenland. In de stad zie je het ook. Maar in de stad hebben ze het niet zo zwaar als binnenland. Want Paramaribo kunnen we nog gosselen. Kijk, ik kom hier bij de Wakapasi. Soms verkoop je niks hoor. Soms misschien een heel lang maand een klein dingetje. Maar dat moet je betalen. Want wij betalen een 2000 per maand huur. En je moet dat geld gaan verzamelen. Oké, ik heb wel kennissen die me belt van het buitenland, die me bestellingen geeft en via bestellingen kom ik uit. Een bestelling. Want als je wacht dat het hier echt je product gaat verkopen, het gaat niet. Het is slap, is dood hier. Je moet promoten. Ik promote mijn dingen via een kranten, via Facebook. Weet u, ook mijn zoon doet dat voor mij. En kennissen van mij doen dan ook voor mij in het buitenland. Zo krijg ik dan bestellingen. Zo kom ik een beetje uit. Ja. Anders kan je niet. Ja toch? Gelukkig betaal ik geen huishuur, anders zou ik doodgaan. Nee, normaal. Normaal. Nou, het allerbeste, mevrouw Bolman, dan voor 2023. Voor jullie ook als journalisten wil ik vooral jij wil ik heel dank zeggen. Voor Ayarip Sayu Boom, want de stand Sayu promotes en de interview Sayu take me, Michitake Aopomi. Mitag you grand tangi, God bless. Yeah.